Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. Ik ben met Sander en met Jordi vandaag. Hey, 69, ik heb gewonnen. Nou, bedankt voor het kijken. Funny number. Ja. Yes. Zeker funny. Sander, hoe heet deze board? Mount Magmageddon. Mooi, dan kan je ook even meteen de opties aanpassen. Ja, eventjes een other. Other, ja, ja, ja. Options. Optionings. A blur. Nee. Bovenaan. Wacht. A blur. Oh, a blur, ja. En dan no chat. Ja. Confirm. Top. Gaat weer verder. Ik heb geen idee wat het doet, maar het zal wel goed zijn. Nou ja, Milan stelt er niet op prijs dat we één beurt zijn voor een half uur. Ah. Oké, de knoppen doen interessante dingen. Dat hoopte ik al. Maar moet je dan per se op landen, of is dat ook als je... Wil je interessante dingen? Als ik interessante dingen wil, moet ik er dan op landen, ja, of niet? Ja, oké, dat dacht ik al. En daaronder is portalen. Warp. Ja. Die warp gaat naar linksonder. Ja, dat is een knop. Ik denk dat ik eerst voor safe ga. Ja. Ik wil wat van die monies. Oh, je betaalt alleen maar monies. Oh ja, kut. Dat wil ik niet. Nou, je kan meteen... Oh, ik wil dat zeggen. Je kan meteen de Monopoly... Nee, controleren. Geen haven. Ja, dat gaat hij niet doen, want hij is zo'n leaving guy. Klopt. Ik ben benieuwd hoe kut Toad is. Ik ook. Oh, daar komt een knop. Wat is deze knop? What the fuck is dit nou weer? Oh, ze zaten aan elkaar, maar nu niet meer. Nou, succes. Oh, ja, dat wist ik niet. Ik dacht dat ze sowieso al uit elkaar stonden, joh. Ja, ik ga hier stoppen. Nu snap je waarom dit bord bekend staat als Monopoly Island? Ja. Ja. Oh, doen we even. Dat is kut. Dat vind ik niet leuk. Vind ik minder porgers. Dat vind je niet zo leaving. Wow. Het is not zo fijn hier. Ja, dan wordt zelfs 16 coins betalen, Sander. Nee, ik heb al 90 verloren, hè? Ja, nee. Ja. Dit is een hartstikke mooie relatietest. Kan je met elkaar overleven op één eiland? Ik denk het niet. Nou, thanks. Nee, maar dat ligt niet aan jou. Misschien ligt het wel aan mij. Wow. Zo'n hart. Maar je had al een hart. Ja, ik ga het eens omgaan. Ja. Lekker luigie. Dat had ik niet afgesproken. Stay tuned, bingo! Oh, ik kan alleen maar die kant op. Nou, doei Milan. Ik zal je missen. Dan kom je bij mij thuis. Dat wil ik niet. Gezellig. Nee, dat vind ik niet gezellig. Nee? Nee. 1. Oh, dan niet. Dat is 6. Ah! Ja, doe maar. Oeh, buyout. Nee. Hij is meer dan 50%, is het niet waard? Zo'n knop. Toad die weer alles verpest, echt. Nee, Toad snapt die dingen. Wat zijn zijn die blokjes daarbovenin, zeg maar? Met die, oh, met dat geeft gewoon aan wat je doet met die knop. Deel. Dat bordje daar links bedoel ik. Ja, als je op de knop staat, gaat alles weer naar buiten. Omdat wij nu weer bij elkaar staan, kan je zien, de knop heeft nu alles weer naar binnen geduwd. Ja, oké. Dus op die manier. Ah, hij heeft alweer een vacant land, hoor. Nou, dus zeer vriendelijk weer alles uit elkaar halen. Ja, of moet ik de andere kant op misschien? Het is wat je wil.
Ja, maar ik heb nog niks aan die bank, toch? Dat is alleen als je alles complete hebt. Nou, je kan nu al stocks kopen als je zou willen. Oh. Het is een beetje vroeg voor stocks, maar het kan wel. Ja, moet ik dat is het doen? Ooit te vroeg voor stocks? Nee. Nou, ik ga het gewoon doen. Milan, ik zie het zo. Ik heb de uitleg al gegeven een keer in de vorige ronde. Nu mag je het zelf uitvogelen. Oh, nou ja, dat wordt een feest. Oké. Okay. Kan je meteen zien hoe goed Sander's lange termijn geheugen is? Op basis van zijn Oras aflevering is dat niet heel erg hoog. Nou, zo. Jij was vergeten om te grinden. Oh, dat kan best. Klinkt wel ziek. Oh, dat is de recentste. Ja, volgens mij zei ik dat in de edit. En toen ik nou, dat schiet mooi op. Ik zou zeggen, blijf op dat eiland, Milan. Blijf op dat eiland. No. Ja, Mylan is een monopolying. Ik ben ook een monopolying master, Sandring. Je hebt ook de verkeerde monopoly, hè? Laten we heel eerlijk zijn. Jij hebt gele huisjes, maar je zit niet in het gele district. Milan, dat kan niet. Het is mooier om het, zeg maar, om iets af te laten steken. Daar is paars perfect voor. Ja, prima. 5,50. Dat zijn dure huisjes. Dat is, Oké, ik zie dat dus wel elke suit 2 keer op het veld weer staat. Ja, maar het is een... als ik zo kijk, is het een combinatie, hè? Want... Ja. Ja, de ruiten zit elke... Links bovenin en rechts onderin zitten dezelfde suits. Ja. Dus onderin en rechts bovenin zitten dezelfde suits. Ja. Oh, zo. Oké. Yo, Rice. Ik had... misschien... in rood moeten investeren met stocks. Ja, dat had ik ook niet kunnen weten dat ik 1 zou gaan. Godverdomme. Jij landt ook iedere keer op dat ding, hè? Wat heeft dat huisje misstaan? Ja, ik zal zo meteen gewoon puur out of spite dat gewoon nu gaan kopen. Want je loopt gewoon out of spite, ja. Er worden stonks gekocht. Oeh, een vegan. Oeh. Ik weet niet zo goed wat het is, maar het is vast goed. Is een worp. Ik weet het ook helemaal niet meer. Een circus tent deed hij, hè? Ja, dat ging te snel, dus ik weet het niet. Dus moet je me niet zo snel doen. Volgens mij was dat circus... Ja, het is de AI, dat kan ik niet beïnvloeden. Dat is kloot in het begin. Dat is 10%, dus die wordt even duur. Oeh. Vind ik niet leuk. Nou, die 836 vind ik niet leuk. Ja. Die ga ik niet kopen, Ing. Toevallig zijn het wel degene waar je stocks in hebt, maar... Ja, om degene waar Toad stocks in heeft. Ja. En dan land je dan net op? Ja. Ja. Wat kut. Jammer dan. Nee, je hebt geen keus. Is niet anders. Is niet anders. Anderson, ja. En nu zie je maar, difficulty maakt niet uit, want Toad is C, maar hij investeert alvast in de stok. Oh ja, het is een circus tent. Dus land je erop is het 100, hij kan het upgraden, is het 500, en kan het volgens mij dan nog een keer upgraden, dan is het 1000 als je erop landt. Dus het tikt aardig aan. Ja. Knop of, Wolpen. Oh, hij gaat knoppen. Nou ja, is inderdaad beter nu, want Toad is op Milans eiland. Ja, oké. Okay. Dus, dat is misschien wel handiger. Maar hij kan ook naar boven, zie je dat? Ja, maar dat is puur voor weergave. Hij kan niet naar boven. Oké. Yo, Milan, je bent aan het verdienen right now. Verdiening, ja. Ja, ik kan niks aan doen. Ik kocht geen kant op. Ik vind het echt een leuke map, nu al. Ja, maar goud is een map zoals deze en altijd wel leuk. Luigi is aan de board. Weet je, de standaard board, zoals bijvoorbeeld Castle Trodane. Mm-hmm. Een van de eerste. Ja. Ja, je gaat over op de knop staan en je gaat betalen. Ja, ik ga op de knop staan. Ja, dat is ook de enige suit die je nog hebt, dus ja. Mm-hmm. Castle Trodane is wel leuk, want je maakt rondjes. Maar deze is gewoon leuk, want hier is iedere ronde ook echt daadwerkelijk anders. Ja.
Elk rondje is anders. Ja, dat heb ik vaker gehoord volgens mij. Alleen ja, met deze is het wel moeilijker om... hoe zou ik het zeggen? Naar de bank te komen. Ja, je investeert met de banksgeld, dus dat kan je altijd doen. 32. Hoezo? Oh, dus je mag ook in meerdere dingen... Nou, toch moet je daar nog op landen. Ja, ik kan toch beter in deze doen? Ja, nee, want... alleen Toad is daar al voorbij, dus dat is het enige verschil. Ja, die komt echt nog wel. Dat is waar. Of hij moet precies op de knop landen, maar... De kans dat dat gebeurt is niet heel... Oh, ik haat het als Jordi gelijk krijgt op deze manier. Dat haat ik echt. Godverdomme. Lekker bezig, Milan. Nou, even een rondje maken. Dry 100? Oh, je bent ook goed bezig. Alle dry 100 ding? Ga lekker zo. Als ik nog even één gooi, vind ik het helemaal goed. Oeh, Sander gaat op jouw kasteel komen. Ik weet niet wat hij doet. Weet je niet. Nee, hij komt op een suit. Je moet links hebben. Nee. Sorry. Dat was mijn fout. Ik dacht dat de suit op hetzelfde niveau stond. Is ook blauw dus. Ja. Ja, het is beide blauw dus. Ja, ik kon het niet zien. Black. Oh, alles dropt bij 20. Wedden? Net degene die is geboost bij 20. Nee. Oeh, jouw eens! Nou ja, op zich, vrees is niet zo heel erg. Ja, dat gaat wel minder, maar er is een vacant plot, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Ah, die kan je nu wel kopen. Ja, die kan je sowieso wel kopen. Ja, die is maar... nu wel goedkoper. Ja. Nou ja, niemand heeft die stocks in, dus dat maakt niet uit. Dus, ja. Ja. Die incoming. 6. Net of net niet? Oh, hij is van leveling up. Ja, klopt. Maar ja, iedereen heeft promotie. Maar als we naar de bank willen, moeten we of op de warp of op de knop gaan staan. Ja. Nee, ik heb nog geen promotie in principe. Nee, maar voor jou, jij moet een 3 gooien en dan ben je er al. Ja, dat is waar. Dat dus 3-7 de kans. Ja, 3-4-7 de kans. Dus dat komt wel goed. Oh, het was precies op de bank. Vet veel geïnvesteerd erin. Die kan je toch weer verkopen, dus ik vind het wel een goed idee. Oh nee, is het toch... Oh, is het een warp? Of wat is dit? Oh, ja, het is een andere plek. Ah, zie je, dat is toch iets. Een soort van taxi. Precies, ook één gegooid. Lekker bezig. Goed gedaan. Nou ja. Nou ja, goed gedaan. Dit is letterlijk het enige wat ik momenteel nog heb, dus... Ja, maar als dat meteen een ding is, dan ben je goed bezig. Wel zo meteen alleen, zo'n monopolie. Die ene vacant plot die daarbij zat, hè, of die sale plot, zeg maar, die gaat ver... Ja. Oh, we gaan kijken wat er nu gebeurt. Nou, dat is gewoon checkpoint. Dus je betaalt gewoon 20. Ja. Oh, en dan wordt die steeds hoger. Ja. Maar dat is het enige. De tol is dead. Ja, dat is de enige kant die je op kan. Huh? Oh, ik dacht dat het stond buyout. Nee, stop hier. En dan... Kan je kiezen of je buyout? Nou, ik zal het nooit doen. Okay. Ik zag buyout. Het is altijd 1000, maar... Dus. Oh, daar ben ik, wacht. Ja. Hey, jij bent ook aan de beurt. Oeh, groen. Groen is... Is naar rechts. Nou, daar wil ik dat wel. Dat is jouw plaats. Plot. Plaats. Ding. Ja. Doen. Dan. Ik zie nog wel gebeuren. Dit spel is waar letterlijk niemand rechtsonder komt. Ja. Dat kan ook gewoon, ja. Waarom? Oh, dat is voor mij. Dat? Hij woont naar de bank. Dat is cute. Ah, ja. Dat is cute. Geef me gewoon geld. Monies. Ik lief. Manage shop. Renovate. Oh. The vacant plotting. Nou, maak er nu een check. Geen circus. Ja, was iets te snel. Want checkpoint is heel goed begin. Mm-hmm. Want ja, het is 10 gold. Ja, ik ben weg. Is 10 gold, maar later zijn de andere beter. Mm. En ja, ik moet op promotie halen, dus... Ja, ik snap het.
1. 6, dat is... Oh, dan kan je beginnen aan oranje. Of... Ja, nou ja. Of ja, of je gaat met de lift mee. Je hebt ook promotie, dus misschien wel handig. Ik denk wel dat dit slimmer is zelf. Dus hoeveel stappen heb je nog? Genoeg. 4. Oh! Ja, het kilt de stappen. Ja, oké. Okay. Dat wist ik ook niet. Omdat Milan zei, hoeveel stappen heb je nog? Ging ik denken dat... Nou, gefeliciteerd met je Monopoly. Dank je. Lekker. Lekkering. Met je Boom Street. Ja, had je daar niet ook zelf geïnvesteerd in ja. die... Ja, had hij gedaan. Ja, in die 303. Nice. Alleen deze waar ik nu op sta is wel slecht. Holy shit. Ja, ja. 25. Dat is niks. Ja, na de Monopoly Boost. Ja. Dat is alleen kloot. Want Toad komt zo meteen uit waar wij net vandaan kwamen. Oh nee. Nee, rechtsom. Hadden verkeerd. Dat is nog kutter, toch? Dat is nog kutter, ja. Nou, gelukkig heeft hij niet heel veel geld, want hij heeft heel veel stocks erin gestopt. Maar, oh ja. Fijn is anders. Ja, ik heb een keus. Oh ja, tuurlijk. Anders dan was je nog een turn kwijt voordat je promotie had. Nee, ik land anders op die 836. Oh. Ah. Ja, nee, dat is niet chill. En nu land ik hierop. En dat is wel prima. Ja, dat vind ik ook wel prima. Het enige mooie aan die taxi is dat je gewoon kan bepalen van oké, ga je naar boven of ga je naar beneden. Je kan dus elk moment alsnog gewoon weg, zeg maar. Ja. Alleen je kan alleen niet naar het eiland rechts onderin komen met een taxi. Jawel. Nee. Ja, niet. Dan zou je twee taxis nodig hebben waarschijnlijk. Nee, ook niet. Je kan rechts onderin niet komen. Kijk naar de map. Je kan het precies zien. Oh, ja. Never mind. Dus het is een beetje kloten waar Toad momenteel nu zit. Mm-hmm. Ja, die gaat vet vermogen. Nou, dat kunnen wij. Nou ja, niemand is daar momenteel. Dat is een beetje het kloten. Want ik moet of links onder... Ja, ik moet links onderin of... Nog gewoon rond blijven lopen. Wat is dat? Oh, wat kut. Hij nakt jou. Dat is op zich een mooie. Ja, maar ik vind het niet leuk dat hij mij naakt. Ja, dat is een CPU voor je. Ja, nou ja, dat kan. Te knap. Shit happens. Ja, je kan er niks aan doen. En je ziet ook, de taxi is pas actief als je naar buiten staat, anders werkt de taxi niet. Mm-hmm. Ah, funny. 1-3. Nee. Oeh, lekker Sander. Monopolying! Iedereen heeft volgende monopolies vandaag. Oké, maar... Ik weet dat je dit vorige keer uitgelegd hebt. Ik ken het ook niet. Circus tent is gewoon fix bedrag. Balloonport is een worp als jij erop landt. Tax office betaal je geld afhankelijk van je totale omzet. Huis breng je iedereen naar elkaar toe als iemand daarop landt. Estate agency kan je shops kopen die nog niet zijn gekocht. En 3-star shops is gewoon een teleport. Ja. Ik heb echt... Ja, ik denk dat haast checkpoint het simst is. Iedereen moet naar de bank toe, dus op zich. Ik ga dit doen. Ik weet niet of het slim is, maar ik doe het gewoon. Lekker, ik heb wel zo'n Monopoly. Ja, maar zo zie je maar, met deze is het gewoon Monopoly board. Ja, terwijl letterlijk 3 straten nog niet zijn aangeraakt. Ja. Een ster? Ja, missies. Oh, ja, dan kreeg je Lucky, ja. Ik weet het weer. Ja, kon mij niet anders. Wel weinig ready cash voor een. Ja, setting. Maar hij heeft heel veel stocks. Hmm. Ja. Daar is het verschil in. Koopt hij die gewoon?
Doei Jordi. Doei doei. Gezellig. Ja, hartstikke gezellig. Hi, je parasol. Wat een grabbing jacket. Oh, ten rings bij de bank. Oh, denk 600? Nee, 501. Oké, buy stocks. Ja, graag. Nou, bij welke zou je dat toch doen? Ja, bij diegene van mezelf, toch? Nou, degene waar Monopoly in zit, ja. Ja. Ik weet het niet. Ja, misschien kan ik beter gewoon alles. Je kunt het toch weer verkopen. Ja, precies. Stop hier, ja. Ik heb ook mensen gezien die het hebben gespeeld en nog steeds stocks niet begrijpen. Ook al hebben ze ieder boord gedaan. Ja, zoals? The Runaway Guys. Nou, zeg maar niet. Nou, die hebben het zo vaak gedaan en dan vragen ze ons nog af van waarom kan je het gewoon spelen? Nee. Maar ja, die willen ook boards hebben van 6 uur. Oh, dat is echt. Want kijk, wij hebben gewoon een heel leuke speelstijl. Dat is gewoon pompen, pompen, pompen. En wij hopen gewoon dat iemand failliet raakt. Ja. Hun speelstijl is, ja, we willen gewoon dat iemand het doel haalt. Oh ja, en dat doel was 20.000, toch? Ja. Ja, dus ja, hun gaan niet al te hoog. Hun zijn heel erg low risk, low reward. Wij zeggen fuck it. En gewoon pompen die op. Ja. Zoals ook, ik net deed. Vind ik ook wel ergens een leukere manier van spelen. Hé, hey, hij gaat hier ook weer weg. Dat is wel chill. Ik heb één ding gekocht, dus dat is fijn. Nee, klopt, ja. Het is wel een interessante manier van spelen. Maar ik heb geen 6 uur om een bord te doen, Sander. Nee, ik bedoel probleem. Eigenlijk onze manier van gewoon pompen. Dat ik dat dan leuk vind. Want 6 uur een bord spelen, ja, dat is wel lang. Nou, kijk, dat kan wel. Alleen, ja, dan moet je bij elkaar zijn. Dat is het hele probleem. Ja. Dus daarom zeg ik ook, het kan wel. Maar ja, probeer maar iedereen bij elkaar te krijgen. Mm-hmm. Op één dag. Of, nou ja, dat is heel lastig. 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja, Eiland op 78. Ja, maar ja, heel veel anders kan ik niet, dus moet ik doen. Ja, op zich. En ik heb wel een handje, dus. Nou. Wat? Waarom doe je het zo? Hij draait dan ook gewoon horizontaal vertoond. Ja, en zodat hij hem daar niet aan neerzetten voor mij straks. Nee, zo meteen zet hij hem gewoon recht. Slim, toch? Jou. Ja, maar dat zal hij niet doen, denk ik. Want Toad die wil ook zo'n rijtje maken, zeg maar. Dan maakt hij een rijtje van 7 waarschijnlijk. Mogelijk. Dus ja. Ik vond dat wel een goede actie van mezelf. Ja, op zich. 5. Ja, breng ons weer bij elkaar. Daar ben ik wel blij mee. Ja, dan kun je als we het nou ook even kunnen houden totdat ik aan de beurt ben. Nou ja, Sander kan het verpesten als je zou willen. Daar is je goed in. Nah. Nee, dat klopt. Dit is een grab, Sandering. Ik zei nog dat klopt. Je kan nu gaan boosten. Ja, pompen, pompen, pompen. Ja, je kan niet in fake plots pompen. Nee. Ik zou zeggen net voor de bank. Ja. Ja, alles. Oh, dan wordt die 1900. Dus ja, je hoeft niet te doen. Ik deed ook niet alles. Maar moet wacht, even maar kijken. Gaat het. Want zoveel ready cash heb je. Hè? Hoe dan gaat er van je stocks af. Je ziet, de stocks is 1100. Ah, oké. Okay. Maar omdat je het bijna verdubbelt, zijn je stocks ook dubbel zoveel waard. Als je het doet. Weet je wat? YOLO! Kibooming! Ik weet niet of het slim is. Nou ja, iedereen moet langs de bank. Het is of dat of. Je portaal, dus. Ik ga het gewoon doen. Maar kijk hoe hoog je stokprijzen nu zijn. Ja, ja. Dus als je stoks gaat verkopen, zijn ze. Dan kan je een paar van deze stoks verkopen. Ja. Je moet er wel naar boven. Ja. 26 is het minimum. Ik zal ze niet allemaal verkopen, nee, maar. 26. Oh, nou, dat doe ik wel. Sure. Dat is een 19 waard, ja. Prima toch? Valt op zich nog wel mee hoor. 4. Hoeveel ik verloren heb. 4. Oh. 5.
Ja, ik zou zeggen links. Oh nee, je hebt al de ding, ja. Ja, anders zou ik op de warp komen. Wow, misschien is dat. Ja, je hebt de hard nodig, hè? Oh, ja. Nee. Je hebt de hard en de andere nodig. En ja, dat is de warp. En die zit daar bovenin ook, dus we gaan het zo doen. Ja. Dan is iedereen weer bij elkaar. Tenzij het ook op de knop landt. Dat doet hij niet. Oh, nee, maar hij pakt wel de meeste venen om te pakken nu. Ja, maar iemand moet... Voordat iemand die 836 koopt... Ja, dat geld heeft niemand momenteel nu. Nee, dat scheelt. Kijk, als je stoks verkoopt, maar het is ook niet slim om dat te doen, eerlijk gezegd. Nee. Via... Ja. Nee, misschien voor Toad nog wel. Kijk, dit heeft geen zin. Nee. Ik kan het wel kopen, ik heb wel de promotie ervoor, maar het heeft geen zin. Nee. Op de knop in! Alsnog als hij degene op de knop klikt. Ja. Toevallig dat nou iedereen hier is. Ja. Oh, dat vind ik wel fijn dat iedereen hier nu is, trouwens. Ik zou niet 3 gooien. Oh ja, wacht, je kunt gewoon... Nevermind. Ja. Ja, nee. Leek me op zich logisch voor welke Milan zou gaan. Ja, op zich. Want hij heeft wel een hoge net worth, maar ik ben bang dat hij zijn Monopoly had moeten verkopen. Yep. Hij blijft mooi in het straatje. Ah, van mij. Ja, die gaat wel baaien. Maar dat is ook wel logisch dat hij baaien. Ja, klopt. Ik bedoel, voor ons is het allemaal niet logisch om te doen, maar voor hem wel redelijk. Ding is wel, hij moet al zijn stocks wel verkopen. Hij had nogal wat over, maar... Ja, maar ja, daardoor verliest hij natuurlijk ook wel shit, dus dat is op zich... En alles gaat weer naar elkaar toe. Gezellig. Het is gewoon zo af als Toad op die van Sander komt, is het toch gewoon af. Ja. Dus hoe lang moest de aflevering zijn, nee. Milan? Ja. Hij heeft een Monopoly, hè, dus... Mm-hmm. Even kijken, wat heb je nodig? Jij hebt nog nodig de schoppen en de klaver. Beide staan. Je kan bijna geen stoks kopen. Nee, je kan naar rechts of je kan onder. Ja, volgens mij maakt het niet uit. Of 2,65 betalen of commissie. Wacht, als ik naar onder ga. Oh, dan sta ik daarop. Oh, dat is op zich wel gunstig. Nou ja, hoeft niet altijd gunstig te zijn. Oké, stop. Doe die van mij. Ah, is waarschijnlijk eentje waar niemand wat in heeft. Dat ja, klopt. Hoe raad je dat? Nou, soms manipuleert ook... de game het op zo'n manier dat mensen naar die plek zouden moeten gaan. Of om sommige districten niet al te sterk te laten worden. Ja, de game heeft niet zoveel manieren daarvoor. Nee. Je landt op de tol. Want ja, dat is nog de enige die je moet hebben. Oh nee, die andere. Oh. Nou ja. Betalen moest je sowieso. Ja, we gaan nu al Monopolies opbreken. Nou, wat gaat Toad doen? Tuurlijk. Al gaat hij mij weer naaien. Ja. Ja. Hij mag weer rollen. Oh, maar het kan nu wel zo zijn dat als hij nu 3 rolt, dat het spel voorbij is. Nee. Jammer. En iedereen gaat weer uit elkaar. Maak jij nog een counter, Milan, voor hoe vaak hij naar buiten en naar binnen is gegaan? Nee. Nee, Milan stond niet zoveel editwerk in zijn video's, joh. Net geluk. Volgens mij is dit een aardige. Ja. Oh. Dat is een mooie hoeveelheid. Ziet er lekker uit, hoor.
Lekker. Ja, ik wil daar echt niet komen at the moment. Ja, dat is... hebben dat ieder stuk rolling. Is een 5. Oh, dat is volgens mij... de circus tent van Toad. Ja, dat is niet heel gunstig. Stop hier, yes. Dat mag anders. Je ticket voor de show. Doc, break. Nee, ga ik niet doen. Lijkt me inderdaad ook niet heel handig. Oh, dank je. Je geeft me geld. Lief. Ik denk dat ik gewoon beter een andere rij kan kiezen, mocht ik er ooit weer op komen of niet. Zou ik wel doen, ja. Of ik moet Toad nog een keer blokkeren, maar... de arcade. Maar daar wil ik helemaal niet naartoe. Ja, maar dan, je gaat er naartoe. Dat is helemaal, niet zo heel ongunstig. Nu kan ik gewoon onderlangs. Ja. Ik kan onderlangs. Want nu mag je weer kiezen, toch? Yep. Ja. Omdat hij gemakkelijk is, joh. En dit geeft hem geld, dus... Geld. Bakken met geld. Hij is nog lang niet uitgeteld. Kijk. Okay, dat double is... double money. 200. Ja. Is dat dan 100 keer je level? Nee, het is 50 keer je level, maar hij heeft 2 rijen. Ja, dat bedoelde ik. Dat dan meetelt, ja. Dat is wel shit ziek. Twee. Oh. Hij neemt de lift. Zo kan je die van Sander ook nog ontwijken. Ja, het is alleen soms misschien niet zo handig om dat te doen. Ja, fuck it. Oeh, Bowser gaat naar een plekje waar nog bijna niemand is. Of is dat... ja, dat is een plekje waar niemand nog is. Ja, precies. Sick. Want je kan Monopolies krijgen normaal, maar je kan ineens kan je ook gewoon Monopolies krijgen door middel van de suits te beheersen. Ja, dit moet ik sowieso doen. Ja, je moet promotie halen, dus ja. Ja, daarom. Lekker rain. Hey, Diddy Kong. Hoe is Leem? Oh, laat de ondergangs gaan. Lijkt me inderdaad een slim idee, ja. Ja, op zich. Nou, kwam je niet precies op de... ik kwam precies op 1900 als ik dat had gedaan. Ja, ja wel. Dat gaat lekker warpen. Niet verwarren met larpen. Dat doet hij al de hele tijd. Hij is verkleed als een mushroom. Ja. Oh ja. Nou, niet zeg. Nu ineens valt het op. Hebben jullie de trailer van de nieuwe Mario film gezien? Ja. Ik vond het wel vet. Ja? Ik vind Bowser heel erg sterk. Ja, Bowser is heel erg sterk. Ja, nee, die stem die past niet bij Mario. Nee. Ik ben eens, ja? Het hoeft mij niet Charles Martinet te zijn, maar... ja, ik niet moest, wel. Nou, maar tenminste iemand met een Brooklyn accent was goed geweest. Ja. Ik weet niet, wat... Ik voel de stem niet zo en Mario ziet er ook een beetje raar uit in mijn ogen, maar misschien is dat gewoon wennen. Ja, terwijl Luigi er goed normaal uitziet. Ja, volgens mij wel. En Toad en Bowser sowieso ook, ja. Nou, ik heb iedereen geholpen. Dank je. Wat lief. Behalve mezelf.